kijken dat de tegenstander of dat iedereen in de kleedkamer geroepen wordt en dat je uw pionnen kunt herschikken. Waardoor dat zij op dat moment, zijds wel de scheidsrechter begrijpen dat hij de veiligheid van de spelers moet garanderen. Maar ik vond het op een ongelukkig, ongelegen moment komen. Op het moment dat we volop in de strijd waren en op weg naar de vierde goal, worden we gefnuikt. We hebben nog alles geprobeerd, maar het zat vandaag niet mee om daar meer uit te halen. Dus ik denk al bij al, mooi dat we terugkomen. Het is ietsje te weinig als we kijken voor de match wat onze ambities waren. En uiteindelijk scoren we dan die 2-0 bevrijdend. Konden we nog 3-0 scoren, maar 2-0 is mooie scoren. Ja, zeker tegen La Louvière. Door de 3 punten schuiven we op in het klassement. Ja, wel, het klassement, ik ben daar niet zo mee bezig. Raak al nog zou terugkomen zelfs. Ja. De coach switcht enkele spelers, liet er 2 op de bank. Wedstrijden volgen natuurlijk elkaar snel op, hè. Nu zondag naar Rizegem. De coach was ook wel, heeft iedereen op zijn plaats even gezet en ja, hij deed dat wel goed, want iedereen werd na de tweede helft wel wakker. Dus we moeten dringend op weg naar die eerste of naar die thuisoverwinning in april. En nog 5 hele belangrijke matchen spelen met het oog op het eindrondeticket. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Trainer 1-3 winst hier op Oudenaarde, maar het was toch weer moeilijk, hè? Ja, ik vind dat we vandaag absoluut niet onze beste wedstrijd gespeeld hebben.